Ga voor de bergpunten doen, Tony. Ja, toe maar. Op zich vind ik die route ook wel leuk, maar... interviewtje was leuk. Ik vind die route ook wel leuk. Even interviewtje? Ja, is gaan we koppel. Leuk gezelschap, Jan? Nou, gaat goed denk ik. Nee. We elkaar wel sterker maken, hopelijk. Hè? Dat is wel de bedoeling. Beetje aardig voor je. Ah, dat niet, maar dat hoeft niet, hè. Nee, jawel. Kun je het een beetje persoonlijk vinden? Nee, absoluut niet. Nee, hè? Nee. Eind van het jaar weer eruit. Voor het eind van het jaar. Daar heb ik niet zoveel over gezegd, maar... Nee, joh, het gaat hartstikke goed samen. Dus, we gaan samen Ronald, we eerst die World Cup rijden en samen op de enkele afstanden samen weer, denk ik. Twee Nederlandse 500 meter kanonnen bij elkaar. Het is redelijk uniek dat dat gelukt is. Was je verrast, Jan, dat Ronald bij de ploeg kwam? Ja, op enigszins wel, omdat we natuurlijk al bij Control gewoon een heel sterk mannenblok hebben. Alleen nu met Ronald erbij is de 500 meter iets beter bezet. En ja, hoop ik dat we elkaar naar een hoger plan kunnen tillen. Ja, schrok je het begin even, de eerste reactie? Ik was wel benieuwd, verbaasd. Alleen. Ja, op zich, zeker nu hoe het nu gaat, dan kan ik niet anders dan tevreden zijn. Maar komt Jack dan ook even bij jou informeren? Wat vind je ervan? Ja, we hebben het er wel over gehad, ja. En zei Jack, we halen hem er gewoon bij. Ja, zeker. En uiteindelijk wil ik zelf beter worden. En het niveau in sprinten in Nederland kunnen we zo ook naar een hoger plan brengen. En dat is gewoon mooi. De nieuwe generatie topsprinters in één team. En dat kan alleen maar synergie opwekken. Ja, ik kreeg de kans om naar Control te gaan. En de snelste sprintploeg. Dus daar ga ik natuurlijk naartoe. En daar kon ik eigenlijk geen nee tegen zeggen. Word je een beetje warm gemaakt voor de inline skater door Ronald? Niet echt eigenlijk. Wel warm van het weer hier. Alleen we trainen gewoon heel hard. En ik ben gewoon een lange baan schaatser. Ik heb vroeger ook geskieten met Ronald. Alleen dat is in een... lange verleden tijd. Geeft dat ook een andere band met elkaar? Nou ja, je probeert in trainingen wat aan elkaar te hebben. Kijk, uiteindelijk zijn we nog steeds elkaars concurrenten. In een nationale wedstrijd sowieso, in de World Cup ook. Alleen dan ook met de Aziaten er natuurlijk bij. Maar wat ik zeg, we proberen elkaar, of iedereen probeert voor zichzelf sterker te worden en daar hebben we elkaar gewoon voor nodig.